Ik wou net beginnen te zeggen dat de Partij voor de Vrijheid toch weer het laatste woord heeft, maar ik begrijp dat het nog een laatste spreker is. We blijven het spannend houden. Voorzitter, inhoudelijk sluit ik me aan bij de termijn van de heer Van Raak. Maar ik heb nog een paar kleine puntjes die ik nog even wil maken. Sowieso de vraag waarom deze wet. We hebben gewoon de WOP. En die regelt al heel veel. En dan kun je erover nadenken om die aan te scherpen. Sommigen doen dat. Maar in ieder geval bestaat die WOP en functioneert die. Ik begrijp dat het antwoord op de vraag laat Brussel. Het moet van Brussel. Dus gaan we dat maar weer doen. Volgens mij is dat weer de zoveelste aantasting van de democratie. Net zoals we vorige week spraken over het energielabel, waar niemand in deze Kamer zin in heeft, maar dat doen we toch omdat het moet van Brussel. Ik stel het maar even vast. Voorzitter, uitgangspunt moet natuurlijk zijn dat overheidsinformatie openbaar is. En dat het ontsluiten daarvan natuurlijk prima is. En dat met zo laag mogelijke kosten dient te gebeuren. Laat ik even in het midden of dat marginale kosten zijn of we dat EBIT-achtig berekenen. Er wordt gesproken, voorzitter, in de papieren die de minister ons stuurde over nieuwe producten. En dat vind ik heel interessant, want we hadden het net al even in het interruptiedebatje over kosten. En kosten is heel interessant. Namelijk, je neemt het af en je betaalt daar iets voor. Dan kun je je afvragen hoeveel je dan betaalt. Betaal je voor de fotocopietjes of betaal je voor het kopiëren van de dataset? Het is allemaal heel interessant voer voor mensen die bedrijfskunde hebben gestudeerd of een MBA. Maar vervolgens, over die tak van sport wil ik het verder niet over hebben. Maar het gaat dan over de schutting en er is een bedrijf en die krijgt die informatie, die dataset. En die doet daar iets mee. Dat vind ik veel interessanter dan de kosten. Een bedrijf krijgt iets of koopt iets, laat ik het goed zeggen. Hoe gaat dat dan verder? Want dat is natuurlijk wel heel interessant. Stel, je bent buienradar. Je schaft iets aan dat van de overheid is, waar de belastingbetaler voor betaald heeft. En dan, stel je betaalt er 100 voor en je verdient er 10 miljoen aan. Krijgen wij belastingbetalers daar dan nog iets van terug? Of zeggen we van ja, de marginale kosten waar we het net over hadden zijn voldaan en daarmee is de kous af. Of gaan we slim onderhandelen? Of gaat de minister 10% van de winst pakken? Of zegt buienraden, nee ho, de belastingbetaler heeft al betaald. En we hebben voldaan aan de marginale kosten en de fotocopietjes en de dataset en het sticky. Maar hoe zit het verder met de opbrengst? Dat vind ik heel interessant. Dat vind ik ook een zeer relevante vraag. Omdat data is zeer interessant voor heel veel partijen. Denken ze even in wat gemeenten allemaal verzamelen aan informatie. Of clubs die daar omheen zitten, de UWV's. UWV's weten heel veel van hun cliëntelen. Opleidingsniveauen. Alle mensen die zich bezighouden met de zorg, die clubs die weten ook heel veel. Nu heb ik het niet zozeer over privacygevoelige informatie, want het is heel moeilijk. Of het is bijna strafbaar om te verkopen. Jantje of Pietje heeft die en die ziekte of is daar vatbaar voor. Maar het is heel interessant om allerlei bestanden aan elkaar te kopen. Aan elkaar te binden. En dat te verkopen, daar kun je heel veel geld mee verdienen. Echt waanzinnig veel geld. Elke marketingman pleegt daar zo ongeveer een moord voor. Wat gebeurt daarmee, voorzitter? Zijn daar mooie deals gesloten met dat soort organisaties? En kunnen we daar achteraf, als sommige mensen heel veel geld aan verdienen, kunnen we daar nog wat van terugkrijgen? Voorzitter, ik snap, deze wet behelst een uitbreiding naar de semi-publieke instellingen. Musea worden genoemd, bibliotheken, archieven. Geldt het ook voor aanverwante semi-publieke instellingen zoals woningcorporaties? Maar ik dacht ook wel even aan de publieke omroep. De programmagegevens is natuurlijk een dossier waar al misschien 25 jaar over dit onderwerp gesproken wordt. Er zijn mediawoordvoerders die al zo met pensioen zijn, die de initiatiefwet van meneer Bakker en mevrouw Oergu over hebben genomen. Is dit nu ook geregeld? Want dat is ook informatie van de overheid. En daarbij was ook een enorme discussie over kosten. Ging het ook over alleen over het fotocopiëren? Nee, zei de publieke omroep. Het gaat ook over dat wij al die programma's samenbundelen. Dus daar moeten miljoenen voor betaald worden. Toch pikant, voorzitter. Is dat nu ook geregeld? Nogmaals, er wordt gesproken over nieuwe producten. Welke producten zouden dat kunnen zijn? Is dat gelimiteerd? Volgens mij niet. Ik lees het woord welvaartsverhogend. Dus er wordt flink verdiend blijkbaar. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel en wie dat gaan doen. En of dat hoofdelijk gaat worden omgeslagen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Bosma.